In de Utrechtse wijk Overvecht staan heel wat 10 hoogflats. Eenvormige blokkendozen, maar achter de gevels wonen heel verschillende mensen. Een operazanger bijvoorbeeld en een bokser en iemand die de hele wereld heeft afgereisd. Zij geven hun flat een heel eigen gezicht. Kunstenares Anne van Kampenhout legde hun werelden en hun verhalen vast in een tweedelige documentaire. Kijkt u naar Mijn Flat, Mijn Thuis. Kom thuis, je gaat wel lekker douchen. Nou, dan ga je lekker zitten op de bank. Dat is al 2. En dan naar bed. Ja, meer niet, hè. Nee, dat is zo. Die blijft hangen. Ja, de ene heeft wel eens narigheid te vertellen op zijn clubje. En een andere ochtend zit je te ginnen grappen. We zijn al een paar dames zijn overleden. En dan moet je toch weer even verwerken. Dan mis je dat toch weer. Maar op het ogenblik gaat het wel goed, hè? Ja, hoor. Ja. Els, die krijgt de kleindochter weer. Die komt bij de inwoner met september. Inwoner? Komt ze hier studeren of zo? Ja, die gaat studeren. Oh. En ze heeft gevraagd of het mocht. Ja, had Els gezegd, we moeten er nog eens even goed over praten. Ik heb besloten dat mijn huis moet één groot kunstproject worden. Iedereen die wat wil doen op de muren, aan het plafond, wat wil maken, wat wil schilderen, is van harte welkom. Nee, dit is geen uitnodiging trouwens. Mijn vrienden van me nodigen het ervoor uit om het te doen. En dat... Ja, dat brengt leven in je huis. Dat brengt... Ja, spiritualiteit. Ik vind het een raar woord, spiritualiteit. Maar het komt er misschien wel op neer. Zoals ik nu zit, ben ik blij dat ik een huis heb. En blij dat ik muziek kan maken in mijn huis. En blij dat ik een lekker patatje kan frituren. S'avonds. Of lekker een paar lumpia's of zo. Als je iets ziet en het bevalt je, dan moet je het gelijk kopen. Want je komt zelden of nooit meer terug op die plek. Ook al denk je van, ik ga straks terug om het te halen en toch nog te kopen. Maar dan is het of vaak weg, of je komt er nooit meer. Ja, ik hou verschrikkelijk van reizen. Ja. En ik vind het heel jammer dat ik het niet meer kan doen. Dat komt omdat ze 10 jaar geleden, ruim 10 jaar geleden, een chronische ziekte ontdekt hebben. Dat was sarcoïdose. En dat, omdat reizen heel veel energie kost, kan je dat haast niet meer doen. Kan je dat niet meer opbrengen. Ook vanwege de enorme lading medicijnen die je mee moet nemen. Want als je zo ver weg gaat, dan ga je niet voor 2 weekjes. Dan ga je meestal voor een maand. Ja.
Maar op de lange duur leg je daarbij neer. Ja, dat moet wel, je moet wel. En de spulletjes die ik verzameld heb op al die reizen uiteraard de zaak. Daar heb ik mij mee omringd. Ja. Dat is helemaal uit één stukje hout gesneden. Een mannetje, klein mannetje. En dat komt ook uit China. De meeste dingen die ik hier heb staan, komen bijna allemaal uit China. Het is specifiek Chinees rood. Daar hebben ze heel veel dingen van, zoals deze Boeddha. Hier een heel klein Boeddhaatje. Een heel schatje. Het is van papier-maché. Er staan ook tekeningen op. Ja, ik heb meer spullen dan plek. Ja, dat is absoluut zo. Ja. Dus dan moet je het een en het ander opbergen. En dan, als je ze dan weer tevoorschijn haalt, dan denk je, oh ja. En dan is het weer allemaal helemaal nieuw. En dan hou ik voor mezelf weer een nieuwe tentoonstelling het jaar erop of zoiets dergelijks. Ja, dan verander ik het. Een wisselcollectie, hè. Die krijg je dan. En dan ben ik weer ergens anders. En zo reis ik in mijn eigen huis de wereld door. Ja. Die is moeilijk. Ja, ik vind niks mooi. Het moet functioneel zijn voor mij. Ja, het moet een functie hebben. Ja, nou, een muur heeft een goede functie, man. Ja, dat is een afscheiding. Een muur is een afscheiding. Een kast is bergruimte. Ja, maar niet naar een goud toe. Daar heeft hij geen zin. Jawel, joh. Natuurlijk niet. Jawel. Natuurlijk niet. Je verliest er alleen maar op. Ah, ja. Ja, misschien wel. Ik kan wel eventjes kijken. Ik liep in de stad en ik zag hem en ik wilde al heel lang een Boeddha kopen. En op zich is eigenlijk dat je dat nooit doet voor jezelf. Je moet altijd een Boeddha voor iemand anders kopen. Maar ik dacht, dat vindt Boeddha helemaal niet erg. Dus ik heb in die winkel gewoon gezegd, ik moet hem hebben. Ik heb ook niet gevraagd naar de prijs en ik heb het ding gewoon gekocht. Er is een boekje, het Bahai Gebedenboek, waar verschillende gebeden in staan. En dat vind ik heel erg bijzonder. Dat is hetgeen wat mij het meest dierbaar is. Gewoon teksten. En als ik er niet uitkom, dan zeg ik, pap, help nou eens even. Hè? Je kan wel lachen, maar je moet ook even helpen. En dan is het net of ik dan weer kracht krijg van de foto van mijn vader. Ze zeggen wel, als het de brand komt, is alles weg. Dus je moet er eigenlijk niet helemaal, helemaal aan hangen of zo. Nee. Het enige, de enige dingen waar ik echt gelukkig van word, zijn mijn boksbal en mijn muziek. En de rest kan me gestolen worden. Hopelijk niet letterlijk, maar het doet me weinig spullen. Nee. Laat ik die foto van die hond eens weghalen? Nee, die laat je hangen! Wil ik opa en oma eens weghalen? Nee, die laat je staan. Kijk, dat bedoel ik. De schilderijen en foto's. Ja. Ah, het mooiste. Ik vind de televisie het mooiste. Het groot is, groot beeld. Thuis is geen spullenkwestie, thuis is een gevoelskwestie. Alhoewel mijn eigen bed. Een eigen bed is wel heel erg prettig. Daar kan ik niet ontkennen. En een heel grote beeld van Elvis, een standbeeld. Karton. Ja. Kijk, Nelly. Die heb ik van jou gemaakt. Toen ik net een nieuwe camera had, en zei, er zit geen rolletje in. Grapje, zat er wel in. Vandaar deze mooie foto. Mijn moeder is 6, kind. Dat is mijn tante. Oh, en dat is mijn moeder en mijn zus. Nee, moeder en zijn zus. Hier was ik nog in mijn eigen land. En je legt op een meisje. Ik hou erg veel van mijn man natuurlijk, maar ja, dat gezicht zie ik elke dag. Dat hoef ik niet op een foto in de kamer te zetten. Dan denk ik, ja, je bent toch weer ouder geworden, Hans. Ik ook. Ja, die mag erbij. Ja,
Die zit er toch voor? Ja, dit is dus het schilderij. En ja, dit is dan die foto van die... Is het schilderij nog heel? Jawel, het schilderij is nog heel. Nagels. Wat nou? Waar zit de os? Als ik dan thuis kwam. En dan meestal was het dan rond 5 uur of zo. En dan was er altijd eten klaar of zo. Ze was altijd, moeder altijd aan het eten maken of zo. Dat stoom van de aardappels die aan het koken waren of zo. Misschien is dat een beetje het thuisgevoel. Van dat je dan thuis komt en dan ga je met je moeder samen de dag bespreken of zo. En ja, dan ga je nog een beetje daarna thee drinken. Mei vorig jaar is mijn moeder overleden. En ik woonde dus eerst thuis bij haar. Ik moest mijn moeders huis uitruimen en zo. Alle spullen van mijn moeder moesten weg. En ja, dan ondertussen moet je nog allemaal dingen regelen voor de begrafenis en zo. Of crematie was dan van mijn moeder. En het is gewoon heel gek als in één keer iemand die zo erbij staat wegvalt. Die eigenlijk gewoon nog nodig had eigenlijk. Een beetje. Ja, ik ben wel een beetje achtergekomen van toen het allemaal gebeurd was. Van ja, wie mijn vrienden eigenlijk waren. Want ik heb na mijn moeder overleden is eigenlijk van geen één vriend een telefoontje gehad. Of gezegd van ja, hoe gaat het nou? Of kan ik ergens mee helpen of zo. Dus ja, het is gewoon, komt op neer dat ik er gewoon helemaal totaal de ene eentje voor stond. Geen familie, geen vrienden. Dat is best wel beangstigend soms. Ik heb geen andere keuze verder. Ik moet het nou wel redden, mijn eentje. En ze wilden me eerst bijna op straat zetten, want ik had eigenlijk geen recht om in het oude huis te blijven. En ja, na veel wegen te lopen te hebben, via instanties en zo, gaven ze me 1 aanbod. En dat was dit huis. En ik moest het aannemen, want dat was de enige optie die ik kreeg. Dus dat heb ik maar gedaan. Ze hebben me nog steeds gewend dat ik in mijn oude huis zit. En ik woon hier 3/4 jaar. En ik denk dat het blijkbaar is nog niet lang genoeg voor mij om nog die switch te hebben van het is mijn thuis of zo. Ik heb nog steeds niet echt het thuisgevoel, nog niet gekregen. Mijn zwaarvolle bezit is de urn die ik heb van mijn moeder. Op de kast. De bezittingen van mijn moeder, waarvan ik denk van die waren waardevol voor haar, die heb ik om me heen gelegd. Ik kan iedereen zien die binnenkomt, zeg maar. Ja, mijn vriendin dus. Dat is wel op dit moment het meest belangrijke in mijn leven. Een reden om door te gaan, misschien. Denk ik. Zeg maar, voor haar wil ik ook mijn hele huis fixen. Als zij bijvoorbeeld zegt van, ja, ik wil een vloertje. Een ander vloer. En van, oké, op de volgende dag is het gebeurd. En ja, dat soort dingen. Voor haar heb ik wel veel over. Over 10 jaar. Ja, ik weet niet. Ik denk dat er dan een hond naar me toe komt rennen. En hopelijk mijn vriendin in de keuken aan het koken. Ze hebben dan de raam beslagen en zo. En dezelfde soort situatie die ik vroeger had. Ja, zoiets. Overal waar je ook woont, met wie je ook omgaat, is de Bahá'í-visie, iedereen is gelijk en iedereen is, ja, jouw broeder. Dus voel je ook overal thuis, waar dan ook in de wereld. Dus ik heb niet specifiek het idee, ik voel me hier thuis, ik voel me daar niet thuis of wat dan ook. Overal waar je woont, ben je eigenlijk thuis. Nee, het gaat gewoon om dat het allemaal herkenbaar is en dat je als je thuis komt op dezelfde plek neer kunt ploffen en...
daar gaat het om, dat je de koelkast op dezelfde plek hebt waar je dan op dezelfde manier het biertje vandaan pakt om op dezelfde manier naar een of ander programma te kijken of wat dan ook. Dat is wat het thuis maakt. Ik kan bij andere mensen zitten op een verjaardag of wat ook. Dan zit je tussen heel veel mensen in en dan kan je je heel alleen voelen. Terwijl ik me hier alleen thuis ben en ik zet een stuk muziek op en ik voel me echt helemaal op mijn gemakkie. Helemaal leuk. En thuis kan je overal, dat kan je overal maken. Dat maakt niet uit. Als je zo'n thuis bedoelt. Maar als je een thuis bedoelt waar je zelf je eigen spullen in neerzet en daar een thuis van maakt, dat is een thuis voor mij. Het is eigenlijk een soort afspiegeling van wat je zelf bent. Een soort, dit ben ik, dit is thuis. Mijn flat, mijn thuis. Volgende week meer verhalen van bewoners van de 10 hoogflats in de Utrechtse wijk Overvecht.